Na het zilver van de Olympische Spelen en het brons van de wereldkampioenschappen kreeg Diane de Leeuw van de KNSB ook een onderscheiding, omdat ze ons land zo goed vertegenwoordigd had. Een ovatie van een volle Jaap Edenhal begeleidde haar toen ze, vrij van de druk van een kampioenschap, een perfecte kuur liet zien tijdens de show van de wereldkampioenen en andere medaillewinnaars. Diane kwam hier hoger van het ijs dan de Amerikaanse Dorothy Hamill, die dit jaar zowel de Olympische als de wereldtitel kunstrijden op haar naam schreef. Dorothy maakte nu en dan zelfs een wat minder geslaagde landing. De Engelsman John Curry, die dit jaar Europees, Olympisch en wereldgoud won, kwam ook hier nog eens bewijzen hoe terecht dat was. Bij het ijsdansen excelleerden de Olympische en wereldkampioenen Ludmila Pachamova en Alexander Gorshkov uit de Sovjet-Unie. En dan kon ook het Nederlandse publiek nu met eigen ogen de gedurfde achterwaartse salto bewonderen van de jonge Amerikaan Kubitschka. Hoogtepunt, zoals ook in de afgelopen toernooien, was in Amsterdam het optreden van het Russische kampioenspaar Irina Rodnina en Alexander Zaitsev. Het was voor de toeschouwers een boeiende kennismaking met de sterren in wat niet ten onrechte genoemd werd de ijsshow van het jaar.